Welkom mama bij deze gloednieuwe aflevering van American Truck Simulator. Dit is een heel belangrijke aflevering, of een heel speciale aflevering namelijk. Zoals jullie weten is ETS en ATS een hele beroemde game tot en met. Of ja, toch vooral ETS een heel beroemde game. En ze zijn sinds kort zijn ze ook weer bezig. STS Software is sinds kort weer bezig met de nieuwe public beta. Namelijk 1.31 public beta, waar dat de Scania RNS waarschijnlijk de Mighty Griffin pack gaan krijgen op ETS dan, ETS 2. En waaronder ook een trailer cable gaat toegepast worden, dus dat je effectief de cables ziet aan de trailer. Zoals jullie weten is er ook, of zoals jullie niet weten, ik neem dit nu op vrijdagnacht, eigenlijk zaterdagmorgen, heel vroeg in de ochtend, 2:40 in de ochtend op. En ik heb vanavond, of ja, gisteravond eigenlijk op vrijdag, heb ik een bericht gekregen van NCS, of ja, van Steam, dat er een nieuwe nieuwsbericht was, dus dat een nieuwe update eruit was. En dat is namelijk de 1.31 public beta van ATS, jongens. Ja, ja, jullie horen het goed van ATS. Dus daarmee dat ik ook ATS ga opnemen nu momenteel. Zoals jullie zien, het is de 1.31.0.74S-update. Het spel is volledig nog in beta-client, dus ja, bugs en zo kunnen jullie zeker en vast verwachten. Ik heb net een klein ritje gedaan met op mijn ander profiel. Zeg maar op mijn gewoon standaard profiel. Excuseer. Op mijn gewoon standaard profiel waarmee dat ik een singleplayer, ja, eigenlijk een beetje. Of waar ik mijn allereerste profiel, zou ik ook maar zeggen. Waar ik heel veel gespeeld in heb. En we gaan nu door naar onze eigen profiel. Dus jongens, jullie zien het, is een public beta. Bugs en zo kunnen nog heel veel verwachten. Waarschijnlijk als ik het kort afdraai of zo, dat de kabels gaan glitchen of de kabels gaan losschieten of het een of het ander. 9 op 10 zal het sowieso wel iets zijn, de bugs zullen zijn. In ieder geval, we gaan vandaag een public beta 1.31 opnemen. Ik ga proberen een klein vrachtje te fixen, we zitten ook weer in San Diego. Normaal was het de bedoeling voor in met de 12 uur stream. Ook 2 uurtjes ATS spelen. En dan naar. Dan vanuit Los Angeles te vertrekken. Maar dat is hem niet geworden. Er waren te weinig mensen online voor ATS te spelen. Dus ja. We hebben het afgezegd eigenlijk, ATS. Op zich best jammer voor ATS. Ja, ik vind het nog altijd een super toffe game. En jullie zien, ATS is soms eerder met de update dan ETS ook. Dat is ook weer super awesome natuurlijk, dat ATS soms eerder komt met de update dan ATS. In ieder geval gaan we vandaag een bulldozer vrachtje aannemen. Een extern, extreem extern contractje. Het moet wel lukken. En als het goed gaat zijn, gaat het ook voor de DLC, al voor de Heavy Cargo, ook wel werken. De trailer pack. Ik hoop het in ieder geval. Bij de gewone trailers heb ik dat net getest en daar werkte het effectief op. Dus ik hoop dat het hier ook op werkt. Ik moet blijkbaar ook nog mijn stuur goed zetten of mijn schakelpook, dat ik op shifter zit. En niet op... eenvoudig, realistisch, opeenvolgend schakelen. Dat was allemaal van bij de stream. Het is ook nog niet multiplayer, dus we gaan dit ook weer een singleplayer stream of spelen. Kan dan gebeuren toch wel dat ik er vaker een botsing maak, om ja, het is met auto's en met vrachtwagens en de andere personen. En ja. En dat hier ook al redelijk druk is, begint het al heel goed. Jullie zien wel de kabels al iets meer bewegen ook. Of ja, ik zit dat toch, dus ik kan de kabels toch iets meer bewegen als je op een berg gaat of zo, of het een of het ander. En ja, je ziet het
effectief bewegen. Je ziet ze effectief bewegen, zeker bij optrekken zie je ze bewegen. Dus dat is echt super awesome. Oh, die hebben ze ook aangepast. Dan kan ik blijkbaar niet sturen. Awesome. Ik ben echt wel hyped voor de update, zeker voor de trail cables. Bij als die een ATS of een ETS gaat uitkomen, echt iedere YouTuber of iedere persoon die echt van Eurodruck houdt, die gaat dat ook gewoon uploaden. Ik vermoed dat ik de eerste ga zijn voor ATS, denk min of meer. Ik hoop het in ieder geval, voor dat zou echt wel super awesome zijn. Het zou echt wel super awesome zijn, moest ik de eerste zijn natuurlijk. Ik weet ook nog niet op welke dag dat deze video gaat online komen. Ik denk zondag ofwel zaterdag ofwel dinsdag ofwel zondag. Dat ik die online ga gooien. Liefst van wat wil ik hem zondag doen, maar ja, ik ga zondag naar mijn grootouders, omdat ja, een tijdje geleden is dat ik ze gezien heb, dat ze mij ook gezien hebben. Dus. Ja, sowieso, voor uw grootouders moeten sowieso een avontuurlijke tijd maken. Dus ja, ik weet niet hoe dat zondag gaat regenen. Zondag kan ik sowieso niet renderen, editen, uploaden kan ik ook niet. Omdat ik ja, of toch een uurtje of twee bij mijn grootouders zit. Dus. En als jullie nu gaan kijken. Alles goed dus. Yay, het koppelt aan. Ik vind het echt super awesome, ik meen het. Ik vind echt de kabels super awesome. Nee. Het is echt ik vind het echt awesome dat ze effectief zien van het is aangekoppeld, zeg maar. Alleen spijtig als we het afkoppelden. Ik wil dat eigenlijk wel nog een keer proberen. Ja, dat is wel spijtig. Hier als ik het afkoppel, zie je eigenlijk maar twee kabels, terwijl je eigenlijk drie kabels moet hebben. Zeg maar. Dus dat is wel dan spijtig weer, aan de ene kant. Dat is dan wel weer spijtig, maar ja, het is een public beta, sowieso, het komt nog in orde. Alles wordt nog fixed dus. Maar ik ben echt super lijp, ik zweer het, ik ben echt super hyped. Dat ze het eindelijk volbracht hebben. Ik hoop dat ze het ook voor ETS zo snel mogelijk doen. Op de site heb ik gelezen dat het voor binnen nu en 5 dagen wordt. Momenteel, dus binnen nu en 5 dagen zal de public beta ook uit zijn voor ETS. Nog niet voor multiplayer natuurlijk, of ja, multiplayer heeft altijd vertraging, want die codes moeten invullen en hand in een boel. Dus ja, ETS heeft altijd vertraging. Ik ben benieuwd. Ja, hoe ziet het echt dubbel? Oh, dit is wel lijp. Het is beter dat ik niet ver genoeg kan inzoomen. Maar je ziet ze echt dubbel. Je ziet ze aan de eerste trailer hangen en aan de tweede trailer ook. Voor dit is natuurlijk ja, een dubbele as trailer, dus met eigenlijk een zogezegd dolly achter nog. Maar je ziet die daar ook, dat is echt wel super lijp. Nogmaals, ik ben super hyped voor deze update. Ik hoop dat deze update zo snel mogelijk in ETS gaat komen. En voor ATS ook, als vanaf dat die uit is op ATS multiplayer, ik beloof het jullie, ik ga het streamen. Het maakt me niet uit welke dag dat is, ik ga het streamen. Het maakt me niet uit welke game of dat moet werken of niet, ik ga het streamen. Eén ding dat zeker is, ik ga het streamen voor dit. Ik vind het echt super nice update. Ook als ik effectief als ik het met andere mensen ook ga kunnen zien. En het is daarvoor. Daar vrede nog wat voor. Ik heb het momenteel nog niet echt gezien als ik
in singleplayer aan het rijden was, ter straks heb ik het niet gezien op andere vrachtwagens. Dus ik hoop ons dat wel nog fixen eigenlijk. Dat zijn zo een van de kleine fixbugs die ze toch nog moeten doen. Dus allee, om een duur komt dat wel in orde, sowieso dus. In ieder geval, ik ben echt super lijp. Ik meen het, ik ben echt super hype. Ik denk dat jullie dat ook wel kunnen horen en zien. En mij, ik ben echt blij. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk echt een ATS brengen. Maar een truc is een beetje een game die veel minder wordt bespeeld, omdat dat, ja, weten, de vrachten zijn langer. En ja, ik weet niet, de servers worden sowieso minder bespeeld. Dat is op zich best jammer, want ik vind Amerika natuurlijk ook even leuk als Euro Truck. Langs de ene kant vind ik Amerika Truck zelf leuker dan Euro Truck. Gewoon puur omdat het is iets minder druk dan ten eerste al. Dus je hebt geen last van beukende mensen en zo van dingen. En ten tweede heb je een langere truck. Dus je moet breder je bocht pakken. Je hebt sowieso langere trailers ook dan buiten ETS. Je hebt overal langere trailers. Double trail is overal in Amerika dat je kunt pakken. In Mexico, in Las Vegas, in Los Angeles. Weet ik veel waar, overal. En wat dat ook nog het fijn, eigenlijk leuk is aan American Truck dan, is van. Ja, ze beuken niet en dat vind ik eigenlijk echt wel plezant eraan. Ze gaan niet continu zitten beuken. Je kunt met volledige convoys zijn van 40 tot 50 man. En weet je, het gaat niks gebeuren. Als je met een convoy in ETS rijdt van 40 tot 50 man, dan moet je gerust wel zijn dat er één people beukt. Plus ook de weegstations. Die bypass en zo, die vind ik ook vet. Dat je effectief op een weebrug moet gaan staan omdat je zo vracht is, te zwaar kan zijn, zeg maar. Dat vind ik echt ook wel vet gedaan. Dus echt voor het merk in Amerika ook. In Amerika is dat effectief ook zo, dus. Ik vind het echt wel vet. Een Eurotruck zouden ze dat ook moeten toevoegen. Aan de ene kant. In ieder geval, ik ben heel moe. Ik zit er voor jullie terug. Excuseer jongens, echt zwaar. Ik ben echt heel moe. Ik zit voor jullie nog heel laat op te nemen. Het is 2:10 in de nacht. Ik ben nog letterlijk aan het opnemen voor jullie. Ik denk dat ik dan echt wel heel veel doe voor YouTube. Heel veel moeite doe voor YouTube in ieder geval. Ik ben dat iedereen daar echt wel content mag zijn eigenlijk. Ik rij zachter en zachter. Dit was een berg, dat voel ik sowieso. Ja, dat was niet slim dan. Hier ben ik even aan het sukkelen geweest. Hier. Kan ik hier een naal of niet? Oh.
ook een keer kijken of dat hier ook zit. Wat bij deze vrachtwagen waarschijnlijk niet zien. Nee. Dacht ik dus al, dit is geen vrachtwagen dan, waarmee dat je het effectief moet doen en zo. Dus dat dacht ik al dat ik het niet zag gezien. Maar ik ben benieuwd bij de andere vrachtwagen, bij de rest van de vrachtwagen, of dat je het daar wel in ziet. Dat zou echt wel ook lijp zijn. Het gewoon in, bijvoorbeeld als je singleplayer of promos aan het doen bent of zo. Dat je dan echt effectief gewoon ziet, dat zou echt wel lijp zijn. Nogmaals, ik ben super hyped voor deze update. Ik hoop dat die snel in multiplayer komt. Sowieso voor de Scania RNS, als het ETS normaal gezien deze update uitvoert, gaat denk ik de Scania RNS ook Mighty Griffin bevatten. Zie, daar zie je het niet op die andere vrachtwagens. Dat hoop ik dan wel nog toevoegen eventueel. Dat zou ook echt wel vet zijn. Dat het effectief bij alle vrachtwagens ziet. Niet dat het heel veel boeit ofzo, dat daar niet op is, maar het zou wel nice zijn, voor dan zie je effectief van, kijk, weet je, het is er en je kunt het niet loskoppelen als je aan het rijden bent. Ups. Ik heb zin voor gas te geven. Ik ben iets te moe voor een heel tijd achteraan en een heel tijd langzaam te blijven rijden. We moeten nog een uur en een half in game, dus nog heel eventjes. Centro. Waar moeten we eigenlijk heen? Naar Yuma. Oh, we zijn er bijna. Yuma. Dat is waar dat Prison Break ook zijn, denk ik toen. Yuma, dat is een van de stadjes bezig waar een van de gevangenen naartoe gaat vanuit Prison Break. Bedenk me dat nu, kijk, ik ben ooit begonnen met de serie er bekijken op Netflix van Prison Break. Ik moet hem nog altijd afkijken, ook nog zoveel dingen afkijken eigenlijk voor de X-Voice. De serie die op vrijdag loopt, ik weet niet van buiten voor de Belgische kijkers, die kennen het wel waarschijnlijk. Belgium Got Talent, dat was. Belgische kijkers, Belgium Got Talent. die was ik ook beginnen kijken, omdat ja, mijn PC was om 2 weken kapot en dan startte die serie juist. En ik had s'avonds geen. Ja, kon niks doen op de PC van mijn baan natuurlijk. En dan was ik die ook beginnen kijken en die wordt nu continu opgenomen, maar ik heb die ook nog niet verder bekeken. Ik moet die ook nog een keer verder bekeken. Kijk, alle dagen spoed die wordt opgenomen. Ook nog een keer, dus. De brandweer van Antwerpen. Helden van hier vanuit de brandweer van, vanuit Antwerpen. Politiezone. Ook zo hier nog iets. Dingen, de buurtpolitie kijken ook min of meer als ik tijd heb, als ik opnames te weinig heb of zo. Maar ik moet nog heel veel doen voor ik weer aan Prison Break ga kunnen beginnen. En Witsen moet ik ook nog een keer afkijken, de nieuwe seizoenen, DVD's. Alle nieuwe seizoenen heb ik ook staan.
heb ik ooit een keer voor zoveel euro maar gekocht. Bij iets van 10 euro, 15 euro bij dat ik die betaald heb. Dat ik 9 seizoenen aan de witse aflevering had. Ik heb nooit de DVD gekocht, spijt genoeg. Van Spoed ook. Van Spoed heb ik ook heel veel cd's, of dvd's eigenlijk, maar nooit allemaal kunnen kopen. Omdat ze, ja, omdat ik geen geld meer op mijn bankpas, of op mijn bankkaart voor de Belgen, voor een bankpas voor de Nederlanders. Omdat ik geen geld meer op staan en ja, ook de dvd's niet meer verkopen. Of ja, waren de dvd's al uitverkocht, omdat een deel van de mensen het toch wouden en er maar zoveel op voorraad waren en zo, dus zomaar kleine redenen waarom ik dat nooit volledig kunnen verkopen heb. Dat is echt best jammer, voor Spoed wil ik echt wel een keer volledig op cd-collectie of op dvd-collectie tenminste. Ik vind dat echt wel een nice serie, Spoed. Iets waar ik heel veel van, ja, van leer ook. Voor EHBO en zo. Ik ben van plan voor ooit een keer mijn EHBO-opleiding ook te volgen nog. Dat ik toch tenminste de mensen kan verzorgen en zo. En eventueel ook een brandweeropleiding nog. Dat ik bijvoorbeeld als er brand uitbreekt, wel weet van dat moet er gedaan worden, dat moet er gedaan worden, dat moet er gedaan worden in het bedrijf. Sowieso nog een opleiding misschien van branddetectie, alarmdetectie, die ik misschien nog ga volgen ook. Nog heel veel dingen die ik eigenlijk wil volgen, of wat ooit gaat worden, I have no idea. Wie weet, als ik er haal voor nep wil ik het best doen. Nee, hoor, haal het voor neppen. En dat is het meest momenteel probleem. We moeten ook een eigen wagen sparen. Ja, dat is een bord, dat boeit me niet. Dat bord. Die is daar effectief ook daar. Oh, dat is echt awesome. Ik ben echt hyped, ik zweer het. Spijt dat hij nog niet een multiplayer is, eigenlijk eerlijk gezegd. Omdat ik hier sowieso, ja, voor mij is dat fun vanavond. Anders had ik hier sowieso vanavond wel gestreamd, een multiplayer. Public beta. Spijt dat hij nog niet een multiplayer bestaat. Ja, ik kan het trailen. Ja, een koppel op stomme bulldozer. Ik hoop dat die hem pakt. Nee, dat dacht ik dus al. Ik wist het, dat hij hem niet ging pakken. Ik wist het gewoon. En nu moet ik hiermee. Dit vind ik zo piep, hè, dit. Ik meen het, dit vind ik echt zo piep.
hoop dat ik hem nu wel te pakken kan, mag krijgen. Dat ATS me nu heel aardig vindt en dat ik hem toch te pakken kan krijgen. Dat vindt ATS mij blijkbaar nu. Tweede keer wel. Ook die kabels gaan zo. Dat vind ik echt ook wel awesome. In ieder geval jongens, dit was een beetje de update. Ik hoop dat jullie er wel van genoten hebben van deze update. Deze video duurt ongeveer 30 minuutjes, dus ik ga hem niet heel lang meer maken voor de rest. Ik vind het super awesome. Ik hoop heel snel, en ik hoop het echt dat die heel snel een multiplayer komt, plus een ETS komt, voor het zou echt super super awesome zijn moest die een ETS komen, echt de waarheid. Ik ben super echt super hyped ervoor. Dus jongens, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe livestream. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Of ja, gloednieuwe video. Ik zeg nog altijd livestream, want ik denk dat ik nog live ben. Ja, mijn livestream is nog niet heel lang geleden nog gedaan. Dus daarmee. In ieder geval, hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug. Vergeet zeker niet het blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren natuurlijk op dit kanaal. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken op naast de abonneerknop button. Want dan worden jullie op de hoogte gehouden wanneer dat ik een video of een livestream doe. Vergeet me zeker ook niet te volgen op Twitch, op Twitter en op Facebook. Ook op de Facebookgroep Mattgaming. Want ja, daar post ik altijd een oproep wanneer dat ik live ga, wanneer niet. Wanneer er een video online komt, komt er ook automatisch op. En of dat ik op Twitch en op YouTube live ga, of enkel op Twitch of enkel op YouTube, gaat er ook op komen binnenkort. Plus ook, help me sowieso naar de 500 subs, zou echt super awesome zijn. Want nogmaals, dan komt er echt iets heel nieuws. En het kan gebeuren dat er iets meer dan dat komt. Ik ben er niet helemaal over uit, maar ik kan... denk ik wel een paar plantjes, dus hopelijk help je mij tot de 500 subs. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en te liken. En dan zijn we natuurlijk voor nu. Bye. Bye.